Jij bent de chef, niet de surf, maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt. Jullie weten ook niet wat gebeurt hier. Oh my god, dit is, het is geen scam video of een heel rare upload die ineens online gekomen is, terwijl het niet moet. Nee, dit is de vlog van vandaag. Ik film hem vanaf hier, maar ik ga zo meteen naar mijn kamer voor de kalenders. Ik zit al, sinds ik thuis ben, en dat is sinds 1 uur, zit ik hier in de keuken. Ik heb heel veel eten gemaakt. Hier zit Birdie Sanders. Zien jullie dat ook een keer waar Birdie Sanders zit? Hallo Birdie Sanders. Ja. Kan ik inzoomen hier? Ja. Kiwi. Hallo. Zien jullie dat ook een keer? Dit is mijn keuken. Hoi. Ja, ik heb volle val gemaakt. Voor die volle val te maken moest ik eerst een bouillon maken. Dus kip en groenten in water. Heel lang laten koken. Ondertussen heb ik chocolademousse gemaakt. Met restjes van die bouillon heb ik kippensoep gemaakt. Ja, Birdie. Daar was je allemaal bij. Oh, en Dottie komt ons ook vergezellen. Hallo. Dottie. Dottie denkt, fuck you. Nu horen jullie heel irritant Birdie Sanders. Dus, oh my god. Nee, maar ik heb dus dat gedaan. Ik heb ook nog chocolademousse gemaakt tussendoor. Ik heb de afwas gedaan. Ik heb net aardappels gesneden om frietjes te maken. Over hoe laat ik kijk op mijn horloge. Ik heb geen eens een horloge aan. What the fuck. Het is nu 5:30. Dus ik heb over een klein 20 minuutjes zet ik de frietpot aan. En ga ik beginnen voorbakken. Ja, dat is mijn wat ik dacht zei. Vrijdag geweest vandaag. Oh my god. En ik dacht, nu moet ik toch echt wel even een momentje maken om live te gaan met jullie. En daarom zit ik hier nu als een half gare aan de keukentafel. Ik ga met jullie naar mijn kamer. En jullie zien nu echt de hele achter de schermen tour. Hoe het er hier uitziet en hoe rommelig het is. En de kerstboom van mijn moeder en de woonkamer. Ik neem jullie echt niet vaak mee hierheen. En nu wordt het even donker, want we moeten naar mijn kamer toe. En ja, we zijn er weer. Ja. Welkom, dit is mijn kamer. Of de tour naar mijn kamer. We hebben geen groot huis, we hebben een klein appartement. Voor de mensen die altijd dachten dat ik in een villa woonde misschien. Totally not true. Maar goed, kalender van de dag. Dat is deze. Het is wel even handiger dat ik met mijn telefoon film nu trouwens. Misschien had ik hem beter wel anders moeten draaien, maar ja, spontane ingave. You know me. Vandaag zijn we dus de 18e. Dat is dit vakje. Oh, het is weer een lolly. Dat vind ik leuk. Die lolly van laatst was heel lekker. Die aardbei chupa chup. Die was echt fucking lekker. Het is nu weer een chupa chup. En nu in de cola versie. Daar ben ik iets minder fan van. Maar ik ga hem wel vanavond lekker opsmikkelen. En onze rituals kalender. Even kijken. Ik zie hier vakje 18. Lukt dat om met één hand open te maken? Ja, zo wel. Oeh, wat is dat? Het ziet er heel... Wow. Iets heel groot wat eruit kwam. Maar het zijn doekjes, denk ik. George is on the go. Don't forget our miracle wipes when you travel home for Christmas. Het zijn make-up haaldoekjes of gewoon... Ja, removes waterproof make-up. Handig! Die ga ik denk ik bewaren voor in mijn reistas, want... Er komt hopelijk toch weer een moment dat ik dat het reizen weer mag. Laat ons hopen, alsjeblieft. Kijk de kerstboom aan. Leuk. Allemaal dingen die ik normaal op voorhand doe. Ja, omdat ik nu al de hele dag in de keuken zit en mijn eerste stap in mijn kamer zat vandaag. Behalve voor het afzetten van mijn tas. Ja, welkom in mijn life. Ik doe dit heel vaak. Gewoon echt de keuken intrekken een hele middag. En ofwel ga ik dan opruimen ofwel ga ik mijn ideeën koken en doen. En dat is wat er vandaag gebeurd is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze spontane ingave, spontane vlog. Morgen zie ik jullie ergens weer. Ik denk rond hetzelfde uur, iets vroeger, iets later, I don't know. Want ik moet ook werken in de voormiddag en in de namiddag weet ik niet wat de namiddag gaat brengen. Want het is zaterdag. Ah, we komen nu wel heel diep bij kerst. Ik heb net de hele tijd kerstmuziek te luisteren ook. En nu, de vibe is weer iets meer terug nu ofzo. I like. Ook het idee dat ik aan mijn baksels mag gaan beginnen binnenkort. Dat vind ik echt leuk. Maar goed. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei.